De Surinaamse politiebond is er niet van gediend dat haar naam publiekelijk wordt besmeurd. In een krantenbericht is onlangs gemeld dat er gesjoemeld is met gelden bij de aankoop van een stuk terrein. In de editie van vrijdag 18 juni jongsleden heeft Dagblad Suriname aangehaald dat het bestuur 4 miljoen SRD heeft gebruikt voor de aankoop van een terrein van 4,3 hectare. Volgens de krant is er ook een hypotheek gesloten van 9 miljoen SRD. Hieruit is de 4 miljoen betaald en het resterende deel van 5 miljoen is volgens de krant zoek. Het bestuur van de politiebond is vanmorgen op een persconferentie ingegaan op deze kwestie. Voorzitter Raoul Hellings zegt dat de krant het principe van hoor en wederhoor niet heeft toegepast. Het hekelhangpunt hierbij was dus het achteroverdrukken van 5 miljoen SRD, waarbij er gesteld is dat er zonder toestemming van de ALV besloten is om grote bedragen geld uit te geven, dat het bestuur al 5 jaar lang geen financiële verantwoording aflegt, dat de statuten zijn overtreden, omdat na zeggen van de specifiek artikel 75 bedragen boven de 75 SRD niet behoren tot de procuratiebevoegdheid van het bestuur, maar ook dat bestuursleden royaal hebben geleefd op konto van de contributiegelden en dat men als het ware bang was dat er een financiële ravage zou worden aangetroffen. Op vragen van journalisten gaf secretaris Milando Atopay aan dat de bond geen rechtszaak zal aanspannen tegen Dagblad Suriname. We hebben betere dingen te doen, zegt hij. We zijn nu als vernieuwingsbeweging bezig met de verkiezingen bij de Surinaamse politiebond. Wij zullen na 16 juli bij elkaar komen, nadat we ons tweede termijn al binnen hebben. Dat zullen we dan nagaan hoe verder. Maar voor nu is ons focus op onze mensen, de politiemensen die het niet makkelijk hebben. De politiemensen waarvoor we altijd hebben gevochten, dat is ons focus nu. De documenten over bedragen, die zijn allemaal openbaar. Dus u mag naar GLIS gaan en u mag alles vragen. U mag naar KKF gaan en u mag alles vragen. Dan krijgt u alle informatie. Dus niemand moet Slimme Jan komen uithangen dat men hand heeft weten te leggen op één document. Alle documenten over vastgoed en stichtingen die zijn openbaar. Men praat over stichtingen van Atompay. Ik heb meer dan 200 of 300 stichtingen. En dat mag. En dat is ook te zien bij KKF. Je moet alleen mijn naam, je moet alleen met mijn naam naar KKF. En dan krijg je in één keer alles. In één uitdruk krijg je alles. En dan moet je ook naar GLIS gaan. Dat zult u zien wat ik allemaal met die stichtingen heb gedaan. Alles is openbaar. Milando Atompay, secretaris van de Surinaamse Politiebond. Het bestuur vermoedt dat deze zaak een stunt is om leden van het huidige bestuur in een kwaad daglicht te stellen in het kader van de komende bestuursverkiezingen. De verkiezing voor een nieuw bestuur wordt gehouden op vrijdag 16 juli 2021.